Sander kwam in beeld letterlijk toen hij het Franciscus ziekenhuis uitwandelde, maar niet als patiënt. Volgens justitie was hij binnen op het dievenpad geweest en had hij latex handschoenen en batterijen gestolen. Een beveiliger die betrapte hem en Sander ging door het lint. Godverdomme, laat me los! Ik schiet je nog kapot! Ik ga nu weg! Sander trok ineens een pistool, schoot in de lucht en hij kon ontkomen. Politie en justitie hebben hem opgespoord na een tijdje. En Sander werd aangeklaagd voor diefstal en bedreiging en er werd 18 maanden gevangenisstraf geëist. Niet heel bijzonder. Maar wat wel bijzonder is, dat er ook nog eens een keer TBS met dwangverpleging tegen hem werd geëist. Want Sander heeft een verleden. Jaren terug ontvoerde hij bij kinderboerderijen in West-Brabant tientallen cavia's. Hij martelde en vermoordde de knaagdiertjes en is er ook voor behandeld. Deskundigen zien diverse stoornissen bij hem. Uit deze rapportage blijkt dat verdachte al lange tijd preoccupaties en fascinaties voor onder meer wapens en geweld heeft. Dat hij antisociale en narcistische persoonlijkheidstrekken heeft. Dat er sprake is van een autisme spectrumstoornis en van trekken van psychopathie. De rechtbank in Breda heeft vandaag wel besloten om een maximum op te leggen aan de TBS. 4 jaar. Want Sander heeft niet gericht geschoten op de ziekenhuismedewerker. Toch vindt de advocaat van Sander die TBS een te zware maatregel, omdat het eigenlijk al best jaren goed ging met Sander. Hij overweegt dan ook in hoger beroep te gaan. En wij zijn nog steeds van mening dat die bedreiging onvoldoende ernstig is om daarvoor een TBS-maatregel te rechtvaardigen. En Sander, die was bij de uitspraak aanwezig. Hij leek amper te reageren. Zijn advocaat zei na afloop dat hij toch wel geschrokken was van het vonnis. Zijn celstraf die zit er inmiddels op, 10 maanden, die heeft hij al uitgezeten. En nu is het wachten op een plekje ergens in een kliniek in Nederland voor zijn TBS-behandeling. En daarna, na 4 jaar, is hij weer vrij man.